is dat we vandaag met het voornemen komen voor een avondklok. Dus een verbod om buiten te zijn tussen bepaalde uren, wat een heftige maatregel is. Hey Vincent. Hey Rens. Zo, dan zijn we weer. Even lekker met z'n tweeën. Ja, gewoon even anderen nou. doen. Even me time of us time. Ja. Uh, dat kan ook niet anders, hè? Nee, we mogen natuurlijk maar één gast nog uh, ja. ontvangen. Even kijken hoe dat. Uh, ja, dat is misschien naar mensen gaan inbellen of zo. Ja, dat is ook wel leuk. Een ja. proberen. Dat gebeurt bij veel andere podcasts, dus dan kunnen wij het vast ook wel. Oh ja, zeker. <laughs> zo, maar verder, uh, verder alles goed? Ja, ik mag niet klagen. Gelukkig. Eigenlijk, uh, ondanks uh, weer uh, de verregaande maatregelen. Ja. Met jou? Ja, ook, eigenlijk ook wel. Ja, ja gewoon rustig. Ja, lekker rustig. Ja, jij zei het al, de verregaande maatregelen. En uh, je hoorde het ook al in het begin. We konden er eigenlijk niet omheen. En misschien is het ook wel een beetje uh, een makkelijk onderwerp voor ons. Want er is er heel veel over geschreven de afgelopen week. Ja. In allerlei kranten vooral. Uh, de avondklok, maar ook uh, eigenlijk de geschiedenis van de avondklok. Dus wij dachten van, uh, misschien uh, het gaan we er ook gewoon lekker in duiken. En dan gaan we alle informatie uit de kranten gaan voor jullie samenvatten. En dan hoef je het dan allemaal niet meer te lezen. Dan, krijg je, dan kun je dan gewoon luisteren. Ja. Toch? Dat het uh, wat we gedaan hebben. Nou, dat, is, uh, dat komt wel dichtbij in de buurtje. Ja. 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 En meer ook, uh, omdat je hoort nu ook wel veel... dat het echt een soort, echt een historische, draconische ja. uh, maatregel is eigenlijk. Dus, dus uh, daarom vroegen wij ons ook af van, uh, ja, hoe, hoe zat dat dan eigenlijk? Is het wel zo historisch? Als in, ja. is het wel uniek? Of, uh, nou ja. we hebben we het in de geschiedenis ook al eens eerder gezien. We ja. weten natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, maar... Maar daarvoor? Er zijn nog wel meer voorbeelden. En dat hoor je ja. zo? Maar eerst, uh, historische twee weken, heb je nog iets historisch? Ik zie dat je niks genoteerd hebt in, de, uh, in onze draaiboek, dus dat kan oh, ja. alleen maar iets goeds betekenen. Klopt, probeer probeer altijd een beetje, uh, <laughs> ja, toch een beetje spanning erin te houden. Um, nou ja, wat, ja, uh, het meest historische wat er toch al gebeurd is, uh, nou ja, ligt wel redelijk voor de hand natuurlijk, maar uh, is de inauguratie van, uh, van Biden. Hadden we hadden natuurlijk vorige week al of de bestorming van het Capitool uh, of twee weken geleden. Ja. Yeah. Oh, ik, was, ik, dat helemaal, ik was dat helemaal weer... Het uh, is een beetje langs me heen gegaan, moet ik ja. eerlijk zeggen. Nee, ik ben er uh, lekker voor gaan zitten. Ja? Yeah? Ja, gewoon uh, tv aan. Ik hou ook heel veel van dat soort televisie. Uh -huh. Een beetje zo'n uh, koningsdag, koningendag televisie, zeg maar. maar heel veel uh, ceremonieel. Yeah. <laughs> en dat dat dan heel langzaam aan elkaar gepraat wordt. Dat vind ik echt fantastisch. <laughs> ja, ik had dus collega's, die zeiden dus ochtends tegen mij van... Uh, nou, ga je, ga je straks ook de, de aanslag op Biden kijken? Ik dacht, hè? waar hebben zij het over? De aanslag op Biden? Maar ja. zij dachten dus echt dat, dat er iets ging gebeuren tijdens de inauguratie. Ja, zo, zo heel, af en toe, toen ik aan het kijken was, dacht ik dat ook wel. Stelden we wordt het gewoon nu opeens, ja, ik weet niet, maar ja, dat, er waren daar, weet ik veel, 20.000 uh, soldaten, geloof ik. Ja, of, nee, ja. Niet, uh. en nu is het geen superspread uh, event uh, waarschijnlijk te zijn, omdat er uh, verschillende militairen ah. besmet waren met coronavirus. Dus okay. dat is wat ook nog wel zoiets. Ja. Want ze omarmden elkaar allemaal uh, innig. Tijdens de inauguratie, dat viel wel op. Maar ze hadden yeah. allemaal getest. Ze waren allemaal getest op het voren? Ja. ja, Maar alsnog. Maar ik vond het wel vreemd. Ja, maar, wel, ja. maar het was dus wel ja. mooi. Je hebt het Ik vond het wel mooi. En uh, het was wel grappig. Gewoon de hele tijd lag natuurlijk heel erg de nadruk op de eerste vrouwelijke uh, vicepresident. Ik mm -hmm. denk dat dat in, letterlijk in elke zin uh, werd gezegd. Mm -hmm. het wel grappig. En haar man. Uh, die is, die, en die wordt natuurlijk al een beetje vergeten nu. Maar die is dus de first second gentleman uh, oh, van de uh, van yeah. Verenigde Staten. Ja, dat is ook wel grappig. Ja, ik zag, ik zag een, een, een filmpje op Twitter dat uh, het heet dan de, de voetbal. Is dat de bijnaam van een soort uh, een kernwapen of iets in die richting waar de president over mag beschikken? Oh ja, ja. Wordt dan verplaatst. Zo is ook geweest, ja. En zag, ja, ik weet niet, zag er heel klullig uit. Gewoon vier mannen die achter elkaar rennen met een soort tas in hun handen. Nee. En dan, dan gaat het dus dan de, 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 eigenlijk de. De zeggenschap over van de ene president naar de andere president. En natuurlijk, nu die verhalen over uh, die Coca-Cola-knop die meteen verwijderd werd, Dat vind ik ook wel echt prachtig. Ja. Trump schijnt uh, een knop te hebben, of te, te hebben gehad op zijn bureau, uh, die hij kon inklikken. En dan uh, werd er een Coca-Cola-blikje bezorgd. En dan, hij dronk toch gemiddeld 12 per dag. Dus nou ja. Ja, bedoel, ja, uiteindelijk zijn wij gewoon in Loers. Yeah. Een uh, ja, dat ja. was een willen Dat enig tanden. Inderdaad. Maar het was denk ik wel historisch. ja Ik uh. heb het niet gezien, sorry. Ik, ja, ja, een beetje. Maar uit. ik heb er niet even gezeten. Nee, ik ging door een rondje lopen, want ik was dag klaar met mijn werkdag. Oh, ja. Dat is beter hoor. Ja. Is wel ik wel zie wel dat jij wel iets had voorbereid voor deze toekomst. Ja, tuurlijk, ik ben altijd goed voorbereid. Ja, ja ik uh, dat, dat artikel, dat volgens mij ook, uh, kwam dat woensdag of donderdag op de NOS. Uh, over de, de, de correspondentie van een vrijgevochten slaafgemaakte in. Uh, uh, moet ik het nog even goed zeggen? Beniezen of Belize, volgens mij. Of Guyana, sorry, ik zei het verkeerd. En uh, dat is wel interessant. Daar, daar lees je dus het verhaal van, uh, uh, van Koffie... die dan zegt: uh, Sorry, het is Barbize zelfs. Als de gouverneur uh, wil de grond hebben van Barbize die zal je krijgen. Zegt, zegt dan uh, de gezaghebbende uh, uh -huh. Nederlandse man eigenlijk in die kolonie. Maar dan moet je ook zien dat je een nieuwe slaven krijgt. Maar wij zijn vrij. En dat vond ik wel een mooie titel. Maar ik ben vrij. Het is wel interessant. Uh, ik heb er nog niet echt verder in verdiept, maar het is onderdeel van een tentoonstelling, die nu het nationaal archief is, die nu online is. En straks na de um, lockdown kun je die ook uh, in het echt zien. En dat is gewoon een, 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 een briefwisseling tussen zo'n uh, vrijgemaakte, slaafgemaakte uh, man. En uh, dat, is, dat laat gewoon een keer het andere standpunt zien. En wat ja. wel interessant is, is eigenlijk dat die... Um, dat artikel zegt ook van. Wij weten gewoon die verhaal niet als Nederlanders. Terwijl daar. Uh, uh, laten we zeggen. Hun nationale held is. Ja. En wij in Nederland. Die, ja, dat is gewoon geen, geen interessante geschiedenis voor ons. Dus ja, dat is wel. Uh, ik vind het wel interessant ja. dat het dan nu zo mooi. En ook dus dat het echt. Een soort van. Heel duidelijk wordt door die briefwisseling. Ja. Dus. Uh, nou, ik ga dat zeker uh, opzoeken. Als het straks gaan, weer we, meer, gaan we er ook even in verliepen? Ja. Als het straks weer mogelijk is. En de huidige Guyana. Mm -hmm. Ja. Ja. Maar ik snap niet zo goed. Maar goed, dat gaan we nu niet over hebben. Want we gaan het hebben over de lockdown. Ja, we hoorden het al even in de, in de intro. Ja, niemand wil een avondklok. Niemand staat erbij te juichen. Het was nee. niet zo mooi als Hugo de Jongen het kan, kan zeggen. Zoals dit is een maalpaal waar we mooi, mooi op kunnen gaan zitten. Nee. Uh, maar dat zei Rutte tijdens de persconferentie afgelopen woensdag. Ik vind het wel een beetje... Uh, en dat valt wel steeds meer op, of zo, dat elke maatregel ook een uh, soort van verkocht wordt met het idee van ja, maar wij vinden het ook niet leuk. nee en, uh, ik, weet niet, ik, vind, ik vind dat wel opvallend of zo. En, en want dan kun je er al heel snel niks meer tegen inbrengen. Van ja, zij willen het ook niet. Dus wie wil het dan wel? Een soort yeah. uh, gezamenlijk belang willen het. En, en die kun je niet de schuld geven. Nee, maar dat is natuurlijk sowieso wel interessant. Die hele, ja. uh, hoe zeg je dat? De hele taal die. Van die retoriek van de. Yeah. Ja. Van we moeten de ziekenhuizen beschermen. En, uh, ja. Nou, we zijn gaan van groepsimmuniteit naar uh, het virus. Uh, ja. uh, wij zijn snel, maar het virus is sneller. Dat soort dingen. Het is dus nu ja. allemaal. Heel grappig dat het elke keer om, omge, omgedraaid is. Ja. Maar goed, hij is er dus doorheen uh, ook. Want dat was, was natuurlijk nog spannend voor, uh, voor, het voor het demissionair kabinet dat hij ingevoerd zou worden. Maar ja. na een potje koehandel in de Tweede Kamer uh, is, er een, is er een uur bijgekomen. Of een half uur volgens mij. Een half uur, ja. half uur. En is er nu van negen tot uh, half vijf, is, uh, is er een avondklok tot in ieder geval uh, 9 februari. Vanaf vanavond. Dus nu zaterdag 23 januari opnemen. Ja. Dus dit is de laatste... Uh, ja, gisteravond was de laatste avond dat je ja. nog tot op straat kon zijn na 9 uur zonder uh, ongeldige reden. Maar ja. nou, ik dacht gisteren nog aan, want normaal uh, nemen we natuurlijk op zondagavond op. Ja. Uh, en toen dacht ik, ja, dat kan gewoon ook niet meer. En nu deed toevallig op zaterdagmiddag. Uh, yeah. Oh ja, ik, uh, ik had er wel rekening mee. Oh, het had niet eens gekund, dacht nee. ik Morgen, nee. avond. Nee, nee. ik er nee. nee. heel dichtbij. Hoor. Ja, dat ja. Zo, ja, dat was met oké. Okay. Maar goed, je mag dus straks niet meer. Uh, hè, geen boodschappen doen, niet meer wandelen, hardlopen, niet meer hangen op straat, geen Pokémon Go meer spelen. Dat was blijkbaar ook iets wat. Hè, dat dat stond in het uh, begin. Nee, nee, dat, maar dat zag <laughs> ik bij andere dingen weer heel vaak terugkomen. Of het dus uh, rondjes fietsen, maar er zijn enorm veel uitzonderingen hè, als je op werk. Voor, voor je werk, laten we zeggen. Politieagent, verpleegkundige, medische hulp aan uh, mensen of dier. Iemand ondersteunen die het nodig heeft. Uh, hond uitlaten. Je moet opeens naar het buitenland. Nou, dan mag het ook. voor Bijvoorbeeld voor uh, familie, familieomstandigheden. Naar een uitvaart, dacht ik. Is er een uitvaart tussen negen en half ja. s'nachts. Maar goed. Uh, naar een zitting moeten van een rechter, officier of van justitie... of bezwaar of beroepen, dacht ik ook... Werken mm -hmm. die wel 24 uur? En waarom de vaccinaties, uh, is dat maar tussen 9 en 5 ja. te gast zijn in de avondprogramma, dat live wordt uitgezonden? Ja, die vond ik ook wel heel uh, ja. grappig. Want die werd ook heel vaak opgeorpen door uh, uh, Bruls, uh, voorzitter van de uh -huh. Veiligheidsraad. Van ja, uh, nou ja, jullie willen allemaal avondklokken, maar dan kunnen die tv-shows ook wel uh, ophouden. Want ik kan er niet, niet meer heen komen. Nee. Dus het is toch een uitzondering uh, volgemaakt. Ja. En mensen die dus dak of thuisloos zijn, die, uh, die krijgen ja. ook geen boete. Maar dat zijn wel die geen gebruik willen maken van de maatschappelijke opvang. En dat zijn natuurlijk ook mensen die dat gewoon echt niet willen. Ja. Um, dus dat is het van mij. Maar ja, wat vind jij ervan, Vincent? Denk je van nou is dit de goede maatregel? Jij zei net al van nou het gaat allemaal wel goed van me wel mee. Maar... Uh, nou ja, bij mij in ieder geval. Uh, maar wat ik wel denk is dat, uh, dat zo'n klok er wel voor zorgt misschien dat de maatregelen zoals ze nu al bestaan uh, wat beter worden gehandhaafd. Ja. En dat hoor je natuurlijk ook wel, dat uh, als we dat maar zouden doen, uh, dat je ook geen avondklok nodig had. Maar ja, het is een beetje, de avondklok is het, uh, is het middel om uh, uiteindelijk ervoor te, te zorgen dat mensen niet uh, veel op bezoek gaan en, en thuis blijven. En, nee, dus het signaal is gewoon heel duidelijk uh, ja, eigenlijk. En, nog. en ik denk, en dat heeft iedereen al wel gezegd, dat het gewoon uh, een veel minder erge maatregel is dan uh, het sluiten van de scholen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus eigenlijk hadden we al veel eerder een avondklok moeten hebben om dat eventueel uh, uh, voorkomen te hebben. Yeah. Ja, ik vind het wel grappig. Ik had toevallig uh, uh, een gesprek hierover met onze oude Duitse huisgenoot Maria. Zij ah, hebben ja. natuurlijk al veel langer een, uh, een avondklok. Yeah. Daar is, en zij zegt ook: Ja, die, in Duitsland werd er helemaal niet moeilijk over gedaan. En ze zou ik, waar zij woont in Leipzig, is het uh, vanaf tien uur. Dus dat is ook alweer iets anders. Ja. Uh, maar dat is gewoon heel logisch en zie je eigenlijk ook in andere landen om ons heen. Frankrijk heeft een avondklok van zes tot zes zelfs. In uh, België hebben ze al sinds oktober weer een avondklok. Nou in Engeland ja. hebben ze een avondklok. Uh, nou en eigenlijk in al die landen om ons heen hebben ze ook nog een soort van reisbeperking. Uh, dus je mag echt dan niet meer uh, binnen een bepaalde straal van je huis uh, komen. Nou dat is hier. Ja, hier mogen we natuurlijk nog gewoon overal naartoe reizen als het ja. maar dus binnen die uh, uh, uren is overdag en je bent alleen. Ja. Uh, maar zij zei ook van ja, dat hier is het gewoon, was het gewoon onderdeel van een pakket. En nu hier is, in Nederland is het gewoon nog een soort van stapje extra. Mm -hmm. En misschien is dat, wel, uh, is dat wel, uh, wel interessant. Maar wat ik ook wel merk is dat het opeens wel heel politiek is geworden, volgens mij. En dat soort van de campagnemachines staan nu ja. aan. Hè, met dat koelhandel in de Tweede Kamer. Het is heel mooi eigenlijk uh, dat we over een half uurtje een debat kunnen voeren zeggen, het invoeren van een half uurtje, dat betekent eigenlijk dat het heel goed gaat, volgens mij, in Nederland, als je daar ja. zo lang over kan hebben met een Tweede ja, Kamer. Ik heb ook gewoon sterk het idee dat ze van tevoren al, uh, dat D66 had natuurlijk van tevoren al gezegd van, nou, we zijn het er eigenlijk niet mee eens, dus we moeten wel met goede argumenten komen. Ja. Uh, en dat ze van tevoren hebben gezegd, nou ja, we gaan het steunen, uh, maar het moet een half uurtje langer, dan hebben wij ook een, uh, een soort winst om, ja. om te laten zien. En, ja, dat is voor de binnen, en, ja. En, uh, en, uh, en, en de avondklok kan doorgaan. En, en dat zie je nu ook wel heel erg met ook met coronamaatregelen, inderdaad, wat je al zegt, omdat over twee maanden de verkiezingen zijn. Ja. En je kunt het ook op, je, kunt je nergens anders op profileren. Nee. Dat is natuurlijk ook het hele lastige. Dus je moet alles uit corona halen qua ja. hoe je überhaupt in de, in de wereld staat. Ja, ja. Ik vind het wel ook wel weer opvallend. interessant. Ja. Ja. En wat ook, wat ook wel opvallend is, als je kijkt naar al die maatregelen, gewoon het hele jaar door al. Uh, dat ik het idee heb dat in Nederland uh, iedereen zich erop voor wil staan dat, we een soort eigen dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Dat er geen harde maatregelen worden mm -hmm. genomen, want we zijn slim genoeg om ons eraan te houden. Ja. Nou, ja, het wordt bewezen dat dat gewoon niet zo is. Nee. Um, en dat in andere landen, zoals in Duitsland, wordt gezegd, zo gaan we het doen. En dan gebeurt het ook gewoon. En daar worden de maatregelen opgelegd. En hier zit je natuurlijk heel erg in dat, in dat polderen. Uh, dat alles moet overlegd worden, alles moet eigen verantwoordelijkheid zijn. De overheid mag niet te veel ingrijpen in het dagelijks leven. En uiteindelijk moeten ze daar dus ook steeds op terugkomen. Dat, dat vind ik wel het frappante. Zeg maar. ja. Doe het dan gelijk. Ja, ja dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar dat is ook wel weer mooi of zo, vind ik. Wel. Dat en, zit ook en, wel iets en, moois aan. En dat is denk ik ook weer uh, toch wel weer politiek uh, ja. of verkiezingsgerelateerd, misschien. Naarmate ja. we er dichterbij komen. Ik vind het heel interessant. Uh, en uh, we, hadden, we hebben natuurlijk hier al even over gesproken. En toen zei je ook, uh, nou we hadden allebei donderdagavond. Uh, dit was het nieuws gezien, waarin Peter Pannenkoek zei: van ik zou het gewoon mooi vinden als we ook een soort van de avondklok vieren. Hè? Dus om negen uur luchtalarm aan, de politie door de straat en chimen is. Misschien nog wel een beetje losse de lucht in. Dat je echt denkt van <laughs> nou, nu gaat het gebeuren. En toen las ik dus net op, uh, op de duik dat de dom in Utrecht van vanmiddag de uh, Final Countdown uh, gaat spelen en We will meet again. Dat, dat is ook wel heel mooi. <laughs> Wie verzint dat? Ja, prachtig. Ja. Gewoon, Will meet again. Echt die frequentie die, die, uh, die naar na de, na de oorlog. Ja. ja, te mooi. En hoe laat is dat dan precies? Ja, het is dus, dus, dus nu half vier dat opnemen. En het was in de middag, twaalf uur al. Dus het is al ja. gebeurd, we kunnen er niet ja, meer maar. Naar kijken. Maar, en de, voor de mensen die het nu laten luisteren, denken... ja, sorry, je hebt het wel gemist. Maar mm. ik dacht, nou, ze stonden wel een beetje bij stil. Echt, uh, echt de avondklok... Eigenlijk. Ja, ja. ja, zoals het hoort. Ja. Ja, dus dat vond ik ook wel mooi. Maar goed, dat, uh, dat bruggetje zullen jullie straks later in de, in de uitzending... Uh, of in de uitzending. We zijn live. In de aflevering uh, begrijpen. Maar goed, we hebben al, al veel te veel gepraat over corona en, uh, en over de actualiteit. En dat zijn toch niet onze sterke punten. Want we zijn nog steeds geen, uh, geen virologen. Nee. Uh, dus laten we maar gewoon lekker uh, de geschiedenis induiken van, um, van, van de avondklop. En zoals we al zeiden beginnen er is heel veel over geschreven de afgelopen weken. Uh, en eigenlijk is het wat me ook wel opvalt... en ook wat je dus ziet op tv en zo... dat het sentiment rondom die avondklok is best wel... avondklokken is nog best wel... Uh, nou, het is gewoon een sentiment... die heel gebaseerd is op de Tweede Wereldoorlog. Ja. Over die sperrtijd. Um, maar ja, er, er zijn veel meer uh, soorten avondklokken. Dus laten we daar uh, eer, eerst op ingang en Dan komen we later wel bij de Tweede Wereldoorlog uit. Ja. Want als je in het Engels kijkt... betekent... is, is eigenlijk de vertaling van de avondklok... Curview? Zeg ja. ik het goed? Curview, ja. ja. En dat is dan weer. Ja, oké. Okay, dit dit paas ik even naar jou, want je hebt Frans gestudeerd. Dat is weer afgeleid van het Franse woord? Uh, feu. Dus, dus uh, curfew uh, is inderdaad afgeleid van couvrefeu wat zoiets betekent als couvre, dus cover. Uh, bedek. Uh, en feu is vuur. Uh, dus, dus bedek het vuur. Um, en in de middeleeuwen, uh, nou ja, uh, om even een kleine schets te geven, had je natuurlijk gewoon een stad met allemaal houthuisjes. Ja. Uh, het was winter, het was koud. Uh, dus je maakte lekker een vuurtje binnen, een open haard. Of, of misschien zelfs nog iets meer geïmproviseerd. Gewoon mm -hmm. een, een soort meer een open vuurhaast. Um, en die, en die, uh, die avondklok, die curfew, die couvrefeu. Dat was eigenlijk een soort signaal van. Nu moet iedereen zijn vuur uh, gaan bedekken of uh, in toom gaan houden. Uh, want nu gaan we slapen. Dus we kunnen nu niet op tijd. Zien als er iets misgaat met vuur. En uh, men was gewoon als de dood daarvoor, en dat de hele stad zou afbranden? Ja. Uh, nou ja, wat met die houten huisjes dus redelijk uh, snel ging. Dus daar, kom, daar, daar is het eigenlijk uh, oorspronkelijk begonnen. Het heeft echt iets heel erg uh, nou ja, uh, preventiefs uh, uh, qua, qua brand uh, gerelateerd is eigenlijk. Ja, ja. en dat betekent dus, maar betekent dat dan ook dan dat je niet eigenlijk meer de straat op mocht en zo? Maar dat lees je dus ja. later, en dat is niet helemaal, tenminste, dat is mij nog een beetje onduidelijk. Ja. Maar je ziet dan wel, um, uh, nou, je leest dan eigenlijk dat het uh, sinds de jaren duizend ongeveer is. Hè? Dus uh, ja. echt, echt al heel lang. En dan lees je bijvoorbeeld een verhaal wat elke keer terugkomt: stond in de trouw al in de zomer. Uh, dat in 1465 de Antwerpse burgemeester Jan Pot ook een avondklok instelde. En die werd dan twee keer per dag echt geluid. En dat was het eigenlijk het zijn om uh, dat het duister inviel en dat alle stadspoorten gesloten werden, dat iedereen naar binnen moest. En tussendoor kon er ook niemand erin of eruit. Uh, maar dat was ook wel mooi. Dat vind ik dan wel interessant. Dat het ook uh, heel erg gebaseerd was op bijgeloof. Want mensen waren gewoon bang dat ja. de spook en de geesten door de straten gingen doden. Dus iedereen moest dan, zodra het donker uh, werd gewoon naar, uh, gewoon, gewoon naar binnen. Uh, en dan vooral heel veel bidden ook, hè, om die geesten dan natuurlijk te, te verdrijven. En dat ondertussen raar. waren er dan gewoon buurtwachten en een soort van politieagenten... die dan de boel uh, in de gaten hielden voor uh, indringers of vijandelijke en Maar die, 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 die Curzio Bell, dat is eigenlijk de avondklok, uh, ja. die werd ook heel vaak gewoon geringd. Geluid. Geluid, ja. Klokgeluiden, ja. Oh, ja. Klokken luiden, ja. Uh, uh, gewoon voor, de, uh, voor indringers, laat maar zeggen. Dat was gewoon een teken van er gebeurt iets. Ja. toch? Ook om, om, ze, om ze weg te jagen, eigenlijk. Van uh, we hebben je gezien en uh, iedereen, pas op, er zijn, uh, er zijn bandieten in de stad. Uh, uh, en we jagen ze weg, want we laten horen dat we ze hebben gezien. Ja. Uh, dus daar werd ook ja. wel de, de dievenklok genoemd. Ja, de, de boeven, boevenklok. Of boevenklok, ja. 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 Nee, ja, dus, ja. Ja, interessant. Maar um, je leest dan ook wel dat uh, eigenlijk uh, alle, alle, alle pubs of alle kroegen gingen dicht in, in die steden, in de Middeleeuwse steden. Ja. En ze uh, dus mochten ook niet meer gedronken worden, dus echt iedereen moest, uh, moest zijn huis in. Ja. Uh, en, en, dat je... is en dat is eigenlijk wel grappig, want het is dus echt veranderd van... Uh, ...heel erg een soort... Uh, nou ja, ...zo'n uh, vuurklok uh, eigenlijk... ...van uh, nu moet iedereen zijn vuur uh, dicht doen. Mm -hmm. uh, uh, na een soort... Uh, ...start zijn van, van de avond... ...en alles wat daarbij hoort. Dus, uh, en je moet je vuur bedekken... Ja. ...en je gaat naar huis, je gaat naar bed... Uh, ...je mag niet meer op straat zijn. Uh, dit, nu is het avond uh, en de dag is klaar. Mm -hmm. da dat is wel grappig, want in de... Uh, wat je al zei van in de kroegen had je ook uh, nee, die bel die we nu al hebben nog ja, van een rondje. de laatste ronde. Ja. Uh, de laatste ronde, inderdaad. Uh, die, die is ook afkomstig eigenlijk van zo'n soort avondklok. Van uh, nu, gaan we, ja, nu gaan we naar bed. Ik vond het wel grappig ja, dat het ja. blijkbaar in de middeleeuwen zo'n. Uh, ja. Eigenlijk gewoon heel uh, ordentelijk. Als ja. van, hè, dan als het donker is, dan moet je gewoon niet meer op straat zijn. Nee. Want er moet gewoon geen spuis meer zijn. Ja. Uh, en geen dronken mensen meer. Dus ja, het is gewoon, uh, het is gewoon klaar. Uh, en eigenlijk zie je dat dat heel lang uh, zich vol, uh, volhoudt toch. En dan zie je ook, ik le je leest dan ook verschillende verhalen over steden die dan bijvoorbeeld in de brand vliegen, zoals Amsterdam in uh, rond 1400. En dat daarna dan weer een hele strenge avondklok wordt, wordt ingevoerd, en dan ja. gaat het gewoon elke keer een beetje heen en weer. En dat was ook weer per stad um, verschillend. En uh, langzaamaan neemt eigenlijk die avondklok af omdat. De, de, ...de dreiging minder werd uh, en de, de verdediging werd steeds beter... ...en er uh, werd ja. steeds meer met, uh, met bakstenen gebouwd, steeds minder met hout. Dus in de 16e, 17e eeuw uh, wordt het al uh, iets minder. Uh, maar dan lees je ook heel veel verhalen vanaf de 18e eeuw... Hè? ...en dan begint toch weer heel erg dat, volgens mij dat ordentelijke... ...en we moeten alles heel goed regelen en uh, je bent, uh, hoe zeg je dat... ...doe, doe maar normaal en ben je gek genoeg. Ja. Dat, uh, ik zoek even dat Engelse woord, kan het even niet vinden... Uh, Wat uh, victoriaanse tijdperk, dat zocht ik eigenlijk een beetje. Oh, yeah. Dat soort van aanloop daar naartoe. Uh, dat is het dan in heel veel, bijvoorbeeld Amerikaanse steden, in en Engelse steden uh, en volgens mij ook, je leeft ook in Franse steden, maar vooral in Amerikaanse steden dat uh, jongeren op een gegeven moment niet meer de straat op mochten nadat dat het donker werd. Dus uh, was je dan 16, uh, of eigenlijk was je jonger dan 18, was het, dan mocht je ja. op een gegeven moment niet meer uh, de straat op zijn. Dat had ook wel een beetje te maken dat. Uh, je dan ook niet kon drinken in de kroeg, dus niet uh, dronken kon worden. Wat nu nog steeds in, in Engeland uh, uh, heel streng aan wordt gehouden: dat hier, ja. uh, kleine kinderen niet meer in de kroeg mogen komen. En natuurlijk gewoon heel gebaseerd op dat juist dat de groepen waren die eventueel uh, in het donker uh, problemen zouden gaan maken. En ja, dat je niet daar je, uh, ja, hoe noem je dat, de, de politie inzet aan wil uh, verspillen. Ja, ja, ja. ja. En je ziet gewoon dat het ook weer... Ja, dat komt dan ook weer terug als er wat reetjes zijn. Of uh, hè, er zijn heel veel revoluties natuurlijk in die tijd. Ja. Dan wordt het weer strenger, uh, strenger ingevoerd. Dus het heeft wel echt te maken met het uh, voorkomen van vandalisme. En, uh, ja, precies. En dat, dat valt heel goed op. Zo inderdaad rond het eind 19e eeuw. Uh, of nou, begin ook wel, begin 19e ja. eeuw. Uh, zie je echt een soort schuiving van, uh, van, van preventie van, uh, van brandstichting. Omdat, nou ja, er kan wel een huis in de brand vliegen. Maar dat betekent in die tijd niet meer nou, dat gelijk de hele stad af, uh, afvikt. Mm -hmm. Dus die risico's die, die, iets minder. Maar dat het verschuift inderdaad naar meer een soort militaire vorm ja. uh, uh, van uh, nou ja, je burgers uh, controleren. Ja. <laughs> dat ze toch een Trump's mogen blijven. Ja, mm -hmm. ja. ja interessant. Hey, is het niet de tijd om even naar de, naar de quiz te gaan? Ja, ja. Dan gaan we daarna weer verder met, uh, met andere verhalen van, van de avondklok. En dan eindigen we natuurlijk met, uh, met de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar ook met uh, wat tips van ons om, uh, om de avondklok toch door te komen op ja. een goede manier. Maar uh, tijd naar de quiz. Volgens mij hadden we vorige week allebei, of vorige keer, allebei onze uh, antwoorden goed. Dus het, Klopt. Uh, dat is 1-1. Ja, ik zet die boek ik ja. vind het, pak, David, het boek erbij. Je pakt even het boek van de kast. Wil jij beginnen of ik? Uh, ja, maakt mij niet uit. Dan ga maar, je hebt hem in je handen, dus blader maar. Ik zeg wel, uh, stop, stop. Oeh, in het midden van het boek. Oeh, dit is een, uh, ja, dit is een lastig hoor. 1000 tot 1399. Een beetje begin van de avondklok. Een beetje begin van de avondklok wordt, inderdaad. Maar dat wordt ook wel genoemd. Um, en dan kan je kiezen uh, tussen 90 en 100. En alle tussenliggende cijfers. Doe maar 99. 99. Oh, leuk. Nou, deze moet je weten. <laughs> Voor de rest geen druk. <laughs> nee, ik zo. Wat betekent het woord Renaissance letterlijk? En waarom werd het toegepast op deze periode in Europa? Geen meer keuze. Het is geen meer keuze. Uh, je ziet uh, ja, ik weet niet in letterlijke vertaling, maar iets met de herontdekking toch van de Griekse of, of herbeleving? Of, uh, je, 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 je. Ik heb het niet helemaal goed, denk ik. Nou ja, je, je, ja, de strekking is goed, ik reken het wel goed. Wat, was het, wat is het antwoord volgens het boekje? Uh, wedergeboorte. Oh, ja. Ja. Dus de wedergeboorte? Uh, van de Griekse. Ja. Ja. Inderdaad, nou, dat had je ook goed om een, de wederopleving van klassieke kennis en artistieke stijlen aan te geven. Yes. Ja. Mooi. Nou, twee, nou puntje twee, voor twee mij, 2 één. één. Ja, Renaissance. Oh, Ik had eigenlijk gezegd dat ik uh, een soort prijs voor jou zou hebben vandaag. Dat oh, weet niet. De wisselbeker. Ja. ja, ik had er ook helemaal niet mee aan gedacht. Nee, stom van. me. ga wow. ik Nou, nou hmm. volgende keer. Eh, uh, zeg maar, uh, stop weer. Stop. Oh maar 1400 tot 1599 dan moet je mm. kiezen tussen uh, uh, 22 en 26 uh, 23 welke koning en dynastie kwamen als overwinnaars uit de Rozenoorlogen oorlogen tevoorschijn uh, de Rozenoorlogen, oorlogen dat is in engeland mm -hmm. um. ja zover kom ik ook en dan houdt het wel snel op bij. Mij. En dynastie. Um, 1500. Dan ga ik toch voor de Tudors. Ja, goed. Ja. Uh, ja. En dat was Hendrik de zevende, de eerste Tudor koning. Hmm. Dat was tegen Frankrijk, toch? Roze oorlog. Of was dat? Nee, uh, uh, dat was intern, dus de, uh, de Tudors tegen de... Ik weet uh, niet. Tegen die andere. Tegen die andere, andere <laughs> familie. <laughs> ja. Nou, lekker dan. Zullen we nog even een vraag stellen ja, voor de, of op Instagram. Ja, dat is natuurlijk al een van de tips deze vraag beantwoorden tijdens de avondklok. Oh ja, goed. Moet <laughs> gewoon dit boek kopen. Ja. <laughs> Oké, okay, um, uh, zal ik eentje 1900 doen. 1924, ja. Uh, even kijken hoor. De spanning is om te snijden. Ik vind dit vind ik wel leuk. Wat werd er in 1908? in het Midden-Oosten ontdekt? <laughs> Oeh. Ja. Uh, yeah. Ik ga even kijken naar het antwoord... en dan kunnen we misschien nog een beetje... een tipje eromheen doen. Dus wat werd er in 1908... in het Midden-Oosten ontdekt? Um, ja. Hm? En wat zou ik zeggen? 1908 in het Midden-Oosten. Uh, tip auto's. <laughs> ja, zo. <laughs> het <is> zwarte goud. <laughs> Easy, denk ik. En uh, nu we toch met de quiz bezig zijn, ik wil eigenlijk nog even, even iets uh, erbij pakken. Want we kregen een berichtje op Instagram oh. over uh, een antwoord die, uh, die we hadden gevraagd. Ja. Het was toch wel een beetje... Dat was commotie. Er was toch een beetje commotie over. En uh, het was maarten en ik wil toch ook wel even dat hij er wel... ja. We hadden natuurlijk dat vraag, die vraag van zilver, dat antwoord, weet je wel. Dus wat was de, de, het grootste exportproduct voor, Spania, voor Spanje uit Zuid-Amerika Zuid naar Spanje? Nou, het antwoord volgens het boekje was zilver. Ja. Um, maar hij zei, ja, dat is ook wel een beetje een beperkt antwoord. Want het was volgens mij veel meer dan alleen zilver, ook goud en edelstenen. Mm -hmm. Maar hij zei ja, ik weet niet precies de waarde van. ik ging dat ook wel opzoeken. Uh, en dat klopt ook wel. Maar um, uh, ze waren wel echt eigenlijk op zoek naar dat goud hè? wat het ook wel toen zeiden, ja. in onze vorige aflevering en dat heel een soort van bijkomstigheid. Maar dat werd toen dus wel de belangrijkste, uh, zeg je dat, belangrijkste exportproduct. Ja. dus het is niet helemaal uh, het boekje, is niet helemaal uh, Maar goed hè, dat hebben we wel vaker gezegd. het? Is uh, heel rechtlijnig, ja. ja. Ik vind ja. het wel fijn dat de luisteraars zo oplettend zijn. Tuurlijk. Dus dan denk je van ja. hé, hey, uh, dit klopt helemaal niet, stuur gewoon een berichtje. Ja. Dan, 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 dan nodig je gewoon uit. Ja. Of leg, leg je wat uit. Ja, dan mag je zelf wel komen vertellen hoe ja. het dan wel zit. <laughs> ja. Hoe zit het dan echt? Oké. Okay. Mooi. Uh, laten we snel weer teruggaan naar, uh, naar de avondklok. Ja, zit kijken, zijn we niet op tijd. Dan ben ik niet voor spijtijd binnen. Um, want ik vind het ook wel interessant, uh, de avondklok in Amerika... Um, en dan vooral eigenlijk hoe dat uh, vastzit aan de geschiedenis van, van de slaven in, uh, in Amerika. Ja. En hoe dat zich nu helemaal doorwerkt ook, uh, ook tot nu. Er zijn best wel veel artikelen over verschenen de laatste periode. Vooral weer sinds de Black Lives Matter-protesten uh, ja. in, uh, in verschillende staten. Waar toen ook bijvoorbeeld uh, in Oklahoma bijvoorbeeld een, uh, een avondklok werd ingesteld. om uh, die, uh, ja, die mensen die uh, actie voerden binnen te houden. Ja. Uh, en dan lees je eigenlijk dat dat soort best wel een racistische. Uh, uh, hoe zeg je dat? Oorsprong heeft. Ja. Um, want gewoon in heel veel, zowel in, het, in de zuidelijke staten als in de noordelijke staten, was, uh, hadden de slaven daar gewoon helemaal geen, überhaupt geen rechten. Uh, nee. Maar als ze een soort van uh, vrij waren... of ze moesten een stukje wandelen... dan waren er gewoon heel veel gebieden... waar ze überhaupt niet doorheen mochten lopen. Dus ze moesten door... Oh, als ze bijvoorbeeld de straat daar mochten ze dan niet doorheen... want daar woonden alleen maar witte mensen. Dus die mochten, ze, ja, die mochten gewoon niet met elkaar in, uh, in contact komen. En dat werd dus steeds, uh, steeds heftiger... dat op een gegeven moment ook... Uh, uh, gewoon de slaven of slaaggemaakten niet meer... Uh, na, na een bepaalde tijd... Uh, eigenlijk na, na zo'n zondaggang de straat op mochten... Nee. Uh, omdat uh, eigenlijk van de witte mensen gewoon niet met hun uh, eh, zeg het, geconfronteerd wilden worden. Ja. En eigenlijk zie je in dat artikel uh, uh, van Bloomberg City Lab dat dat gewoon helemaal doorwerkt, als in. Tot aan alle raciale rellen die er zijn in Amerika, dus de Martin Luther, na Martin Luther King rond 1968, door de Rodney King rellen in de jaren 90 in Los Angeles en dus nu weer, dat er gewoon de hele tijd uh, avondklokken worden in, uh, ingevoerd en dan zijn ze niet meer zo breed of zo uh, nauw alleen voor zwarte mensen, maar ja. dan voor iedereen, maar vroeger waren, waren dus alleen maar voor, uh, voor zwarte mensen. En wat ik dus wel heftig vond, is dat eigenlijk tot aan de jaren 50 zulke regels door heel Amerika hebben gegolden. Dat mm -hmm. gewoon zwarte mensen dus niet op, na bepaalde tijden of, uh, naar buiten mochten, maar ook niet door bepaalde gebieden mochten lopen. Uh, en dat is uh, wel veranderd uh, vanaf de jaren 60, maar eigenlijk zodra er weer wat heftigs gebeurt, uh, wordt die maatregel er weer bij gepakt. Uh, en het artikel beargumenteert dan ook um, dat dat eigenlijk vooral gebeurt zodra... Um, ja er iets gebeurt met zwarte mensen die protesteren of echt ja. opkomen en ja, dus maar... ja je zei het inderdaad van ze zijn niet meer zo nauw richting zwarte mensen maar alle voorbeelden die je noemt zijn met name ja. wel zwarte mensen die protesteren ja um, dus ja dus, dus dat valt wel uh, dat valt wel op en uh, ik, ik las inderdaad de, de Washington Post had er ook een, uh, een, een artikel over geschreven en en daarin zei ze ook van ja uh, ho ...hoewel het eigenlijk uh, een, een soort gereedschap is... ...uit de gereedschapsbox uh, uh, waar we te, de geest op ...die nog wel eens uh, voorbij komt... Yeah. Uh, ...was om een soort, uh, nou ja, uh, order, law en order uh, te scheppen... Mm -hmm. uh, ...zie je toch met name in de hele geschiedenis... ...van die avondklokken uh, dat het is om uh, met name... Uh, ...opstanden van, uh, van zwarte mensen uh, uh, neer te slaan... ...en uh, nou ja, een soort white supremacy uh, te handhaven... Dat vond ik op zich wel een redelijk, uh, nou ja, uitgesproken punt. Ja, yeah. qua white supremacy. Maar uh, de praktijk, uh, uh, nou ja, uh, ziet er wel zo uit, eigenlijk. Mm -hmm. ja. Ja, ja. ja, het is gewoon, je leest gewoon eigenlijk gewoon zodra gewoon de, de, de sprake was van plantages in Amerika, waren er gewoon zulke, zulke wetten. Uh, nou, je ziet dan dat in Nieuw-England eigenlijk in die staat dat in zes, vanaf 1690. Uh, het verboden was uh, voor, voor zwarte mensen om op straat te komen na, na een bepaalde tijd. En dan zie je dat het doorwerkt tot aan, uh, tot aan nu eigenlijk. Ja. Uh, dus dat is wel, uh, wel, wel, um, wel heftig. En ook wel goed, denk ik, omdat je te realiseren dat dat in sommige landen nog steeds een soort middel is. Vooral voor. Uh, ja, nou, en dan op wordt politie. dus echt redelijk uh, snel naar gegrepen qua, uh, qua maatregel. Ja, ja want ik, ik zit dus heel vaak, als ik dus een aflevering voorbereid, kijk ik op uh, Reddit History, vind ik altijd wel interessant, dat is ja. over een bepaald onderwerp. En dan was ook een poll van uh, hoe vaak heb jij al een avondklok meegemaakt? Uh, nou, dan waren er waren gewoon heel veel mensen uit Europa die het nog nooit, hadden gezegd nog nooit, maar in Amerika gebeurt dat gewoon zo vaak. En toen kan het ook heel, erg, uh, heel klein zijn in een bepaalde stad of uh, in een staat, maar dat, dat wordt dan gewoon echt heel vaak naar... Uh, naar gegrepen. Ja. En hier is het dus echt iets, nou dat kan er gewoon niet gebeuren. Zo, zo heftige regel is het. Zo ja. een heftige maatregel. En dan komen we denk ik ook bij, uh, bij de Tweede Wereldoorlog, ja. Ja, waar uh, ja, toch wel redelijk snel naar wordt gegrepen. Ja, in bij, november 1940 uh, al, dus echt. Uh, ja, ja. ja ik, ik bedoel ook meer in de, in de uh, discussie van. Oh, nu. Zo. Yeah. Zeg maar dat er heel snel uh, daarna verwezen wordt, wat op zich ook niet raar is, omdat dat... Uh, nou ja, het was in principe niet eens de laatste keer dat er een avondklok was nee. uh, in Nederland. Maar wel uh, wat bij de meeste mensen gelijk opdoemt als je het woord avondklok uh, hoort. Ja, dan denk je meteen terug aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus ik zei dat al vanaf 19... november 1940 werd die al ingevoerd. Wat mij dus opviel. Want ik. Uh, Ken je niet, vroeger las ik heel veel uh, boeken van Jan en Zo, weet je ja, wel. Oorlogswinter. Nou, dan gaan we natuurlijk alleen maar over die avondklok. En dan denk je, wow, wat heftig. Gaat je niet meer straat? Er mocht geen licht, hè? Want alles moest afgeschermd worden. Er mocht geen licht meer op de straat zijn. Nee. En dat had verschillende redenen. Ook wel, dus om dat vandalisme en, en verzet tegen te gaan. Maar ook wel om uh, bijvoorbeeld uh, vliegtuigen te desoriënteren en, uh, en dat soort dingen. Ja. Maar die aftrok die God eigenlijk best wel vaak alleen maar tussen 12 en, uh, en 4. Het is maar 4 hmm. uurtjes. Van ja. Mijn gevoel was het in je boek altijd dat er vanaf 6 uur al moest iedereen naar binnen en dan moest je al haasten. En, uh... Ja, nou, je ziet ook verschillende. Als je ook zoekt op, op avondklokken per tijd, zie je ook allemaal verschillende pamfletten. Ja. Die ook uh, qua tijd uh, was van elkaar verschillende Ja, het je was ook wel een aantal van 8 tot 4. Uh, ja. En dat... bij, bij sommigen wordt je stand te uh, uh, neergeschoten en bij anderen is er nog wel een uh, enige uh, yeah, nu of... nuance in. Poldermogelijkheid. Uh, ja. ja. <laughs> van misschien ga je naar de gevangenis, maar kan op zich ook wel dat je wordt neergeschoten. Ja, ja. Vraag me af, uh, dat heb ik eigenlijk niet echt gelezen. Of hoe vaak dat nou gebeurt, hoe vaak iemand nou is neergeschoten, omdat die uh, Goeie vraag buiten ja. was tijdens nee, dat de, dat de dat avond Dat weet ik ook eigenlijk kan ook. haast niet heel veel zijn. Nee, Jullie, je leest wel bijvoorbeeld dat, um, uh, dus naar, bijvoorbeeld dat er een aanslag wordt gepleegd op een, op een, uh, op een officier, bijvoorbeeld dat dan, um, uh, dan zo'n aanslag wordt verstevigd, hè? dus dan bijvoorbeeld eerder wordt ja. uh, en langer. Dus, uh, en die leest een verhaal over dat er in 1941 was er een feest van 50 jaar Philips uit mijn hoofd. Dus in Eindhoven in ieder geval. Ja. En toen werd opeens de avondklok heel heftig ingevoerd en moesten allemaal mensen naar, naar de gevangenis. Dus dan zaten ze gewoon een nacht in de cel. Maar dat was het dan ook het enige. Uh, dus dat zie je gewoon dat het heel erg meegaat met, uh, ja. uh, met de tijd. En wat ik ook wel interessant vind is dus dat zodra eigenlijk delen bevrijd werden van Nederland... dat die avondklok bleef. Ja. Uh, in ja, vooral in Brabant, ja. En later dus ook uh, in 1945 in, in de rest van Nederland, toen was het maar korter, maar in Brabant is hij nog best wel vanaf 1944 dus al een avond getrokken. En dat was dus meer eigenlijk ook om de orde uh, te handhaven. Ja. Niet zozeer om uh, hè, de, uh, militaire redenen zoals het uh, desmonteren van, uh, van vliegtuigen of zo, maar gewoon mm. meer om de orde te, te handhaven. Dacht, nou ja, dat is wel uh, ook wel goed om dat te realiseren, dat hij dus nog heel lang bleef. Ja. Uh, maar jij zei net al, was niet, uh, laten we niet te veel over de Tweede Wereldoorlog praten, dat doen we al vaak genoeg. Uh, nou, met, met zo'n oudswijze kon je natuurlijk uh, nog, nog wel de straten op. Ja. Uh, maar het was niet de laatste keer dat er een avondklok was in Nederland. Want eigenlijk tijdens de watersnoodramp in, uh, in Zeeland, vooral, er was er ook sprake van een avondklok. En dat had eigenlijk twee redenen. Uh, weer die plunderingen, dus eigenlijk ja. weer dat vandalisme tegen te gaan. Maar dus ook omdat het gewoon levensgevaarlijk was, omdat het gewoon overal water was. Dus ze ja. daar dronken was, was je uh, gewoon gedesoriënteerd. Dan kon je dus niet zien wat nou hoe diep het was en, en wat niet. Dus er was een, ja. werd er gewoon een avondklok ingevoerd, eigenlijk in dat hele uh, ja, Duitse eilanden. Ja en dan ja. echt tot en met bijna uh, een stukje Noord-Brabant nog en, uh, en dorpjes daar in de buurt ja. allemaal. Dan zag je inderdaad, uh, ook tijdens de oorlog uh, in Amsterdam zag je dat ook. Uh, ...doordat inderdaad al die lichten werden gedoofd... Ja. ...dat mensen uh, te pas en te onpas uh, gewoon de gracht in liepen... ...omdat je niet zag wat de straat was en de gracht. Is dat niet een verhaal ook van uh, Dries van Acht? Uh, nee, uh, Willem Drees. Oh, Willem Drees. Ja, ja. Die, uh, die was ook in de, in de gracht uh, gemietertje. De Toen kant. hij s'nachts uh, stiekem uh, op de straat opging. Ja. Ja, omdat hij in het verzet zat, toch? Ja. ja mooi. Vind ik mooi om dat te verhalen, dat hij dat dan heel groot maakt. Ja. Waarschijnlijk viel dat allemaal wel mee, denk ik dan. Uh, dus ja, je ziet gewoon eigenlijk, die, die avondklok wordt elke keer um, een soort van ingevoerd. Dus, uh, en dat is dus vooral om vandalisme tegen te gaan. En, en, en uh, protesten en oproer en in oorlogstijd. Maar in, nog eigenlijk nog nooit gezien in tijden van, van pandemieën. We hebben natuurlijk wel nee. een keer een afleiding gemaakt over de Spa Spaanse griep. Ja. Uh, nou, mij, daar werd niet echt gesproken over een, uh, over, een um, over een avondklok. Hetzelfde geldt eigenlijk bijvoorbeeld met de pest. Het is natuurlijk wel tegelijkertijd met de middeleeuwen. Uh, dus toen. Dus hadden we al wel misschien een soort van avondblok zijn. Maar was dan niet onderdeel van een pakket om. de pest tegen te gaan. Toen waren ze sowieso ook niet zo goed met. Uh, met quarantaines. Uh, nee. Tijdens de pest. Dat hebben we nee. er niet echt aan gehouden. Er werd alleen een Rood Kruis op je. op je huis gezet. Als je. als iemand in je huis was overleden. of de pest had. Zodat ja. je weet van nou, hier moet ik niet lopen. Uh, en dat blijft natuurlijk ook wel vreemd of zo. In. in. Uh, in, in, in. pandemie-opzicht. Uh, de, de, de vraag. die rijst gelijk van. Uh, Verspreidt een, verspreid een virus zich overdag dan niet en alleen s'avonds? Of weet je, dat gevoel ja. krijg je er eigenlijk een beetje bij van wat, wat wil je er dan precies mee. Uh, ja, gewoon thuisblijven. blijven. Ja, maar ja, overdag moet je ook thuis blijven en dan ja. mag je wel de straat op. Ja. Ja. Dus eigenlijk pleit jij voor een soort van totale lockdown. is dus een Libanon, 11 dagen gewoon helemaal binnen blijven. Klopt. Ja, gewoon alle huizen uh, dichtzielen <laughs> en als er dan een ziel verbroken is, dan word je gewoon standrechtelijk geëxecuteerd. En ja, ja. Uh, dan kom je op de tv als een soort. Uh, uh, hoe zeg je dat? Misdadiger. Maar, ja. Let op, dit gebeurt als je dat. Ja, interessant. Ja. Ja. Kijk, okay, we hebben een hele andere kijk op jou. Uh, ja, nee, is En voordat we naar de. Hè, want we hebben dus nu, denk ik, wel genoeg over de avondklok gepraat. Voordat we naar onze tip, tips gaan, historische tips, denk ik, om aan de avondklok door te komen, wil ik nog wel één. Afsluit de klok, uh, speciale aandacht geven. Ja. Uh, mijn, mijn moeder stuurde me vandaag een heel groot artikel uit het, uh, uit het RD. Ja. Dus niet dat ze dat, uh, dat ze dat lezen, maar mijn vader vindt het uh, gewoon leuk om dan af en toe een proefabonnement op te nemen. Mm -hmm. Omdat hij zelf uit die kringen komt. Ja, Vo goede kant. Voorheen, ja. Yeah. Uh, en daar stond heel, best wel veel artikelen over de, over de avondklok. En je leest dan ook uh, een artikel uh, waarin iemand zegt: van Nou, die avondklok tijdens de het Wereldoorlog het was veel erger. En het, uh, en het is ook nu in de winter, je gaat bijna niet naar buiten. Dus wat maakt het allemaal uit? Ja. Uh, maar ook een stukje over, over een avondklok voor dieren. Ja, en, dat uh, in, in Weesp in 1893 uh, was het verboden voor honden om, uh, om na uh, zonsondergang buiten te zijn. Mm -hmm. En dat was dus vooral voor het dorp, uh, dichtstbij zijn het dichtstbijzijnde dorp Muiden, omdat daar heel veel schapen werden... Verscheurd door de honden. Ja. Uh, dus dat was er een blok voor honden. Dus die mochten niet meer uh, op straat zijn na, 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 na zo'n ondergang. Maar die dat honden die werden denk ik, toen ook niet uitgelaten. Zeg maar, die, nee, ik die, denk die, dat het niet. Ja, geen idee. No. Die waren gewoon buiten en die deden daar gewoon wat ze moesten doen. En dan kwamen ze gewoon een keer terug om te eten, waarschijnlijk. Ja, en ja. dan moest je ze gewoon binnen houden. Ja, <laughs> ja, ja dat, ja, dat gewoon, denk ik, ja. 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 Vond ik wel leuk. Ik dacht, nou, het vond ik ook leuk dat het RD dat uitgezocht had. Ja. Dus uh, nou, nou naar het RD. En dan. Die honden konden dan wel met een werkgeversverklaring de straat op. Ja, of dat ze een, een zo zieke mens moesten helpen. Ja, van die St. Bernard-honden. Ja. Die mochten wel al de straat op. Met zo'n airbag ook om te ja. lekker, Die helemaal, helemaal, hoe zeg je dat, helemaal nat is van de speeksel van de hond. Maar goed, uh, dan de dacht tips. ik even afsluiten met iets leuks. Even wat tips. Want dan ga jij de komende... Het is volgens mij nog maar twee weken eigenlijk... dat die afgelopen waarschijnlijk is. Ja, Daar ga, ga ik vanuit. uit. Ja. Ja, ga je daar uit? Nee, nou, eigenlijk niet. Ik <laughs> denk dat je wel verlengd wordt. Maar uh, hoe kom jij nu je aanvallen door, Vincent? Heb je, uh, ga je iets bijzonders doen? Uh, nou ja, ik uh, game nog wel eens. Ja, dan had ik je dat ging zeggen. Ja, ja uh, met jou <laughs> en, en met andere mensen. En dat vind ik ook wel leuk, want dan ben je gewoon nog wel een soort van actief bezig. En uh, je hebt contact met elkaar. Uh, actief ja, vooral met je ogen. <laughs> ja, nou, gewoon wel met je hoofd gewoon, uh, ja, gewoon okay, naast ja. je bent... Uh, je, je sens, uh, je zintuigen, die, yeah. uh, die, die staan dan heel erg op, op scherp. Um, ja, dan moet je voor de rest zeggen, joh? daarnaast, uh, ik heb op Netflix uh, Lupin gekeken. Uh, dat soort, nee, hoor dat uh, ik ook wel uh, aan, ja. Leuk. Ja, ja. Ik was begonnen met Barbara. Ik vond het niet zo heel leuk. Ik had het wel gezien, toch? Ja, ik had het wel gezien. Maar op een gegeven moment was ik ook wel klaar mee. Maar het, was, uh, het waren ook niet heel veel afleveringen. Dus ik had redelijk snel achter elkaar gekeken en dan zet je er wel in. Mm -hmm. Maar inderdaad, als ik hem even mij gestopt was, was ik denk ik ook niet verder gaan. Oh ja, ja, maar Dat gaat dan over, over de barbaren. En dat ja. is wel leuk met, met die taal. Dat het zowel in Latijns is als Germaans. Als, uh, dus dat klopt allemaal wel historisch gezien wel lelijk. Daar ook altijd heel erg van. Ik ja, trek het heel slecht als als je gewoon zo'n Duitse Tweede Wereldoorlog film hebt, dat al die Duitsers uh, praten alsof ze in Oxford geboren zijn. Ja. Zeg maar, ja. 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 Nee ja, ik uh, zat ook te denken. Ik zag net dat jij een abonnement had genomen door een Duck. Ik dacht, oh, dat is ook wel een goede. Ja, gewoon voor op bij zeker. Ja, gewoon ja. voor om te lezen. Dat je dacht van nou vroeger was je daar gewoon even mee bezig. Nu ik nu in twee minuten ben ik hem uit. Ja, dat ja, is waar, ja. 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 En ik heb net um, nou waarschijnlijk was dat, is, dat is wel een bekend boek, maar de um, Sympathizer of de Sympathisant gelezen over de Vietnamese uh, ja, Vietname oorlog. Ja. Ook wel interessant dat het gaat over een spion. En het is niet zozeer dat het echt over die oorlog gaat, maar je krijgt wel een soort. Tot langzaamaan mee van hoe dat ervaren werd en dat al die 500 mensen het zo gewoon verspreid hebben over de hele wereld. Vooral in Amerika, maar ook in Europa. Ja. Ja, uh, dus dat kon ik wel. Dat, nou, dat is wel interessant gezien, is waar ik eigenlijk heel weinig over, uh, over weet. Uh, en ik, uh, ja, ik ben er nog steeds aan het Lego. Dat is ook wel een goede tip hoor, Lego. Uh. Ja. Ook ben je ook lekker bezig met je hoofd, even rust, even daar alleen aan denken. Ja. Dus dat is ook wel, uh, wel leuk. En gamen altijd. Ja. Game en ouderwetse bordspellen. Ja, ja We gisteren nog geen mensen echt hier niet. Ik vond ik niet zo leuk. Nee, ja. ik ook niet, geestelijk. <laughs> Soms zie je ook van die dingen, heel nostalgisch, vanuit je jeugd. Uh, wat was ik van de week op tv? Oh ja, zo'n uh, zo traploper. Uh, oh, ja. Met zo'n spiraal. denk je, ja, ja, dat was toen heel leuk. Maar kinderen, nu zouden dat echt gewoon helemaal niks meer aanvinden. Ja, of zo'n zo, zo, zo fluffy. Wat was het ook weer Zo'n soort worm, die dan heel harig was. Wat was dat ook weer Ja, of soort Lopen. Ja, hoe heette dat ook weer Ja, die had iedereen. Ja, of ik weet hoe dat heet. Ja. Nu spelen ze allemaal met Slime. Of stond dat slime? ook alweer uit? Dat deed mijn zusje een tijdje. Ja. Uh, ja, ik weet het ook niet zo goed. Nu zit ze allemaal op TikTok. Nu TikTok is ook wel leuk om, het, om een beetje in de gaten te houden. Ah oh ja, ja, ik heb het niet. Nee, maar... ik kijk altijd bij mijn vriendin. Hmm. Die, die heeft wel een account. Dus dan kan oh ja. ik altijd af en toe Gaan mee. stiekem. Stiekem, ja. Gewoon leuke challenges kijken en zo. Ja. Dat is het een beetje. Ja, historie. Je, je, kan, je kan zo weinig. Ja, je kunt natuurlijk best wel veel uh, musea hebben. Nog een soort van online tentoonstelling. Dat is ook wel leuk om een keer te bekijken. Ja. Mocht je echt uh, op de bank zitten en denken van... Nou, wat moet ik nu doen? En sport dat is uh, natuurlijk een groot verschil met de vorige uh, lockdown in het voorjaar. Dat, dan, toen was het voor mijn gevoel nog veel minder op tv. Maar nou, zelfs korfbal is weer begonnen. In principe kan je alles kijken. Je kan je helemaal, uh, helemaal kwijtraken in de derde league van Maleisië. Ja, gewoon echt brood te spelen voor de mensen. Dat is nog wel fijn. Ja. En Sport je ja. zelf dan ook? Uh, <laughs> nee, ja, nee ik, ik ben heel erg aan avondsporten. Vooral na acht, van dan een negen eigenlijk. Dus dat zit voor mij even niet in voorlopig. <laughs> Balen zeg, ja, is ja, je wel balen. Ja. Ja, dat je, je, je doet er ook zo weinig aan. Hè? Ja. moet je maar thuis op de bank zitten, het is ja. Niet anders. ja. Nou, ja ik denk wel dat ik dat schermen scher kan. schermen scherm, ja, <laughs> dat is ook misschien wel leuk. Ja, nee, maar dat dat ik niet meer echt naar schermen kan kijken op een gegeven moment op een dag. Nee, dat is ook wel zo ja, dat je dan de hele dag mee bezig bent. Dus laten we nu snel afsluiten. Zit dus ook ik het naar mijn scherm te kijken? Ja, uh, nou bedankt uh. voor het luisteren. Ja, uh, uh, laat even een... Uh, Wil je een keer gebeld worden. Uh, tijdens deze lockdown. Dan moet je vooral aangeven. En nou ja. dan hoef je ook niet heen te komen. Kunnen nee. we gewoon even kletsen? Kunnen je even kletsen, ja. Je mag ook gewoon met ons kletsen. Je hoeft niet ja. Over niet meer zijn over genies te gaan. Nee. zal wel leuk zijn. We hebben ook heel veel, of wel heel veel andere leuke dingen. Hebben het wel eens. Ik heb wel een mening. Dus die wil ik ook een keer delen. Ja, Rens heeft inderdaad een mening. Hé, <laughs> hey, uh, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, keep, uh, keep safe, keep healthy. Ja. En hou vol in, in de afterlock. Ja. Uh, oh, podcast luisteren kun je ook nog doen. O oh, ja, dat schijnt ook leuk zijn. Dat schijnt ja, ook wel leuk zijn. Ja. Ja. Schijnen uh, komen er steeds meer. Het is echt net, net, net begonnen, maar poeh. Ja. <laughs> Sorry, dit is een soort klein, klein kritiekpunt op podcast die ontstaat. Hey, uh, tot ziens. Dag.